We zijn in Theaterfestival Boulevard in 's-Hertogenbosch. Boulevard is, zoals de naam zegt, een theaterfestival. Wij programmeren voorstellingen. Dat doen we op allerlei locaties in de stad. En dat doen we op de parade naast de Sint-Jan, waar we nu zijn. We krijgen heel veel landelijke recensies. En dat helpt allemaal heel erg om grotere bekendheid te krijgen. Maar het belangrijkste is natuurlijk toch dat mensen het verrassend vinden. Ze vinden het avontuurlijk. Maar ze vinden het ook vooral fijn om hier te zijn. Nou, ik denk dat Theaterfestival Boulevard een behoorlijke bijdrage levert aan de stad en ook aan de provincie. Wij zorgen voor bekendheid van gewoon Den Bosch. Mensen komen hier naar de stad. 40% van onze bezoekers komen uit de stad zelf, dus 60% niet. Nou, die komen naar ons festival toe, die zien de stad. En die kopen niet alleen bij ons kaartjes, maar die gaan ook slapen, die gaan eten. Die geven geld uit aan een jurkje, een t-shirt, nou, noem het maar op. En ik denk dat wij absoluut aan Brabant promotie doen. We hebben heel veel landelijke pers. En dan gaat dat ook natuurlijk over dat wij in Brabant gevestigd zijn. Ik denk dat de provincie een rol zou kunnen spelen door een aantal van de grotere festivals in Brabant, om die als middel te gebruiken om Brabant te promoten. Met name op festivalgebied zijn wij onderscheidend, landelijk en internationaal. En ik denk als we bijvoorbeeld het zouden komen samen met de provincie tot een jaaragenda, waarin we het niet hebben over Theaterfestival Boulevard of over November Music of over Circo Circolo, maar over de festivals in Brabant. En je maakt daar een goede campagne. We doen dat nu op stedelijk niveau. Dat zou je ook Brabant breed kunnen doen. Ik denk dat we een beetje af moeten van dat ieder voor zichzelf aan het marketen is. We zitten allemaal op dezelfde doelgroepen te werken. En we denken allemaal dat we dat ieder voor ons zich moeten doen. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik geloof dat je moet werken aan imago in de zin van dat datgene wat sterk is, wat een positief gevoel heeft, zoals de Boulevard. Dat je dat koppelt aan andere evenementen die eenzelfde gevoel hebben. En dan zit de actie in de kracht van de herhaling. Dat je het gevoel krijgt, er is altijd wat te doen in Brabant en het is bijzonder. Festivals zijn sterk omdat het belevingen zijn. Als je aan dagtrepjes tot nu toe denkt, is dat over het algemeen redelijk mainstream. Iedereen doet hetzelfde. Ik denk dat het veel interessanter is om met elkaar uit te zoeken hoe je vanuit de kracht van dat het eigenlijk allemaal een eigenheid heeft, dus onderscheidend, hoe je daar dat kunt versterken en dus beleving en emotie creëert, want daar gaat het allemaal om.